performances geven, ook met Cher, dat zou ik willen doen. Muziek blijven maken. En gewoon een impact op de wereld maken, een positieve impact. Leuk dat je kijkt naar de kennismaking met de finalisten van de Are You Open Talent Contest 2021. Deze finalisten zullen donderdag 10 juni op het podium staan in Theater Zuidplein. En vandaag ga ik met ze bellen om even te kijken hoe het met ze gaat. Doeses, never moe gaat door, never moe gaat door. Zijn op een door, zet het door, tot iedereen het hoort. Ey. Never moe gaat door, never moe gaat door. Zijn op een door, zet het door, tot iedereen het hoort. Allereerst gefeliciteerd! Hoe was het toen je vorige week werd gebeld? Ik was zo enthousiast. Ik dacht van, wat? Niet dat ik dacht van, de kans is klein dat we doorgaan, helemaal niet. Maar je stuurt een filmpje en je denkt niet echt na van, oh, misschien ga ik echt door. Of tenminste, dat had ik niet echt van. Ik dacht gewoon van, we sturen het filmpje en we zien wel. Maar we zijn gewoon door. En toen we naar de finale gingen, ja, dat is al helemaal lijp. Stel jullie zelf even voor. Wie zijn jullie? Wat doen jullie? Ik ben Cher, ik ben 19 jaar. Ik studeer momenteel rechten. Ik ben Sarah Lee, ik ben 19. Ik hou van muziek, ik hou van rappen. Ik hou van dichten ook. Ik heb gewoon heel veel hobby's. Ik hou van echt veel dingen. Ik hou van sporten, ik hou van koken, ik hou van buiten zijn. Ik ben gewoon graag bezig. En daarnaast vind ik uiteindelijk ook gewoon mijn rust in de muziek. Dat is gewoon, ja, music is echt part of my identity. Gewoon omdat ik gewoon daar mezelf in kan zijn. Ik kan mijn eigen teksten schrijven. En daarnaast, als ik naar andere muziek luister, kan ik weer, weet je, een nieuwe visie krijgen op bepaalde dingen. Dus dat is echt gewoon share. Wat kunnen we van jullie verwachten op 10 juni? Ik ben echt enthousiast. En ik ga er echt van genieten sowieso. En mij gaat het niet echt om winnen. Ik vind de ervaring gewoon echt leuk. Dus ja man, ik ben echt excited. Wat jullie kunnen verwachten van Doeses. Ja, het belangrijkste daarin is dat wij ons willen onderscheiden. We willen ons onderscheiden van de mainstream muziek die er nu is. En wat wij anders daarin willen doen is dat er nu gewoon vaak liedjes zijn zonder echte inhoud. Of ja, videoclips met alleen maar materialisme en gewoon dingen die ons niet per se naar boven halen. En wij willen dat wel. Wij willen gewoon muziek die mensen inspireert. Muziek die mensen informeert met bijvoorbeeld maatschappelijke problemen. Muziek die mensen het gevoel laat geven dat ze niet alleen zijn met hun battles eigenlijk in het leven. Dus dat is gewoon iets wat wij anders willen doen. En iets wat wij heel belangrijk vinden. En dat is gewoon Doeses. Dus ja, get ready for Doeses zou ik zeggen. Oh, tof! Hey, ik ga jullie zien donderdag 10 juni in Theater Zuidplein. Heel spannend. Heel veel succes nog met de voorbereidingen. En ik zie jullie dan. Never moe gaat door, never moe gaat door. Zijn op een door, zet het door, tot iedereen het hoort. Iedereen het hoort. Never moe gaat door, never moe gaat door. Zijn op een door, zet het door, tot iedereen het hoort.